Ladies and gentlemen, wat is nou de beste fingerboard ramp? Daar gaan wij vandaag achter komen. Yo mensen van Always Normal, mijn naam is Marit en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Ja, ik zal dit ding wegleggen. Dit is echt super vervelend. Yo, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Barend, ook al Almost Normal. En vandaag heb ik weer een gloednieuwe fingerboard video. Yes! Aangezien jullie er heel vaak om hebben gevraagd. Natuurlijk. Ik had vandaag namelijk weer een super tof idee voor een nieuwe video. En daarbij zitten we nu weer in mijn kamer. Ik gebruik mijn vlogcamera als videocamera met mijn microfoon van mijn grote camera. En zoals je kan horen doet de microfoon het niet, dus dat is wel balen. Maar goed. Of van mijn mening de top 5 fingerboard ramps. Ik heb deze vraag heel vaak gekregen, omdat heel veel mensen willen natuurlijk gewoon een toffe fingerboard ramp kopen. En bij deze kan je erachter komen welke jij misschien, althans volgens mijn mening, het beste kan kopen. Ik kan er een heel groot verhaal van maken, maar we gaan wat trucjes doen op de verschillende ramps. En ik ga natuurlijk gewoon de top 5 langs. Weet jij nou een andere toffe ramp die hier niet tussen staat? Dan kan je dat altijd reageren en kan je ons misschien helpen door een betere ramp te vinden. Dit zijn in ieder geval mijn top 5 ramps. Het lijkt misschien wel iets op elkaar, maar ik heb ook niet een heel park, nog niet. Maar goed, ik heb nog niet een heel park, maar wie weet dat dat ooit nog een keertje komt. Ik wil in ieder geval nogal verschillende ramps gaan kopen. Ik heb er ook eentje op het oog, dat is deze. Die lijkt me namelijk heel erg leuk, omdat daar een gap in zit. Laten we gewoon beginnen met de allereerste ramp en die ga ik er gewoon even bij pakken. Yo, verleden Barend. Dit is toekomst Barend. Er is iets heel vets gebeurd. Namelijk het volgende. Ja, dat is Enzo, maar check wat er gebeurt. Check wat er gebeurt in zijn vlog. Kijk. Hier, wacht even. Dit ben ik hier op Enzo's freaking kanaal. Hij wil gewoon samen gaan fingerboarden en dat wordt zo vet dus. Hou mijn kanaal in de gaten en laten we nu snel teruggaan met de volgende video. Let's go. Dat is niets minder dan nummer 5. Papadabam. De halfpijp. Dat rijmt een soort van, denk ik. Maar goed, de halfpipe heb ik op nummer 5. Waarom staat deze als laatste op de lijst? Waarom heb ik deze wel op de top 5? Want er zijn natuurlijk veel meer ramps. Maar wel op de top 5, maar niet hoger. Dat komt omdat ik vind dat je niet heel erg veel trucjes kan doen. Helemaal in het begin van fingerboarden is het echt super lastig om de trucs te doen. Omdat dat al moeilijk is om überhaupt een trucje te doen. En dan moet je ze ook nog in één keer verticaal tegen het muurtje aandoen. Dat is wel erg jammer. Maar waarom staat die er wel op? En dat is omdat hij gewoon een heerlijke flow heeft. Je kan gewoon lekker gaan zo wop. Het voelt gewoon lekker om te doen. En je kan wel goed trucjes oefenen. Want het oefenen van ollie kan ook heel goed op een halfpipe. Ik zal dat in de volgende video uitleggen. Want ik ga de ollie tutorial nog een keer opnemen. Dit keer met nieuwe tips die ik ook het afgelopen jaar heb geleerd. Waardoor het waarschijnlijk de tutorial nog beter en makkelijker wordt. Maar dit is dus nummer 5, de halfpipe. Dat was best wel cool, of niet? Ook al zei ik dat er niet heel veel tricks op kunnen, dat ging best wel lekker. Goed, hier is dan het nummertje 4. En nummer 4 is dit epische bankje. En waarom heb ik gekozen voor dit bankje op nummer 4? Dit is zeg maar een beetje meer van alles. Want je kan hem gebruiken als rail, je kan hem gebruiken als manual stand, je kan hem voor van alles gebruiken. Maar waarom heb ik deze op 4? Omdat ik eigenlijk alle concrete dingen ook op dit lijstje wil zetten. Nummer 4 vind ik eigenlijk niet helemaal de perfecte plek voor deze. Maar er zijn gewoon andere ramps die gewoon, ja, toch chiller zijn. Nu hangt het heel erg af van je eigen mening. Vind je het chiller om op steen te gaan of juist op hout. Ik vind persoonlijk steen heel erg chill. Dus waarschijnlijk binnenkort daar ook nog een video over. Ik heb weer fingerboard video's jongens op de planning. Het is heel nice. Maar deze staat op nummer 4. Omdat de ruimte af en toe gewoon best wel kloot is. Je wilt soms gewoon wat manual tricks doen. En dat is best wel lastig. Omdat dit platform gewoon vrij klein is. Maar voor de rest is deze heel erg chill. En omdat dit ook gewoon mooi marmer is.
ja, het rijdt gewoon super lekker. Dus vandaar dat deze ook op de lijst komt. Daarnaast heb ik nog wel wat meer cement slash marble dingen. Maar dit vind ik dan toch echt wel de chillste. Die andere die zijn een beetje verbrokkeld en dat is toch wel jammer. Je moet hier ook wax voor gebruiken om het een beetje mooi te houden. Maar dat krijg je er meestal wel bij, dus dat is wel in ieder geval chill. Dus nummer 4 voor dit bankje. Op een of andere manier kan ik op dat bankje altijd wel de sixte tricks. Ik weet niet waarom. Eigenlijk moet hij daardoor gewoon op nummer 1. Maar goed, nee. We houden het even zoals het is. Goed, nu is het tijd voor nummertje 3. We zijn al in de top 3. Hoe snel gaat dat? Misschien hoor je het al wel. Het is een grote ramp. Dit is namelijk niets minder dan... Ja, de Stair Set. Waarom heb ik deze op nummer 3? Omdat je hiermee heel veel verschillende dingen kan doen. Dit is wel de duurste ramp op de lijst. Dan moet ik wel zeggen, deze is 80 euro. Maar waarom is deze 80 euro? Omdat je hier enorm veel mee kan. Je hebt natuurlijk verschillende mogelijkheden door middel van hier zo het kleine rampje, de trap, de rails. En hier heb je ook nog een groot stukje om ook gewoon tricks op uit te oefenen. Waarom heb ik deze op nummertje 3 staan? Nou, omdat ik dus al zeg, variatie aan tricks die je kan doen op deze is gewoon enorm. En voor deze kan je eigenlijk, als je een park wil, zet je deze op een hoek neer. En dan zet je aan een van de kanten misschien ook nog een kleine ramp of een quarterpipe. En dan heb je gewoon al een heel begin van een park. Zoals je kon zien in de video dat ik een eigen park ging maken. Maar deze staat ook op 3 en niet hoger, omdat de tricks op een rail van een ster af best wel lastig zijn. Dat moet ik wel toegeven. Er zijn makkelijkere trucs om te doen en daarom kan ik deze niet hoger dan 3 zetten, maar eigenlijk ook niet lager dan 3. Ik ben nog steeds heel erg blij met deze, omdat ik heel goed kan oefenen met rail jumps en dergelijke op deze. Het is wel echt moeilijk, dus het frustreert af en toe ook wel een beetje als het niet lukt, maar het helpt mij wel gewoon enorm mee met het leren van fingerboarden en dus daarom kan ik deze ook zeker aanraden. Goed, dan zijn we nu op nummer 2. En misschien zag je deze al wel een beetje aankomen. Maar op nummer 2 staan de rails. Ik heb er 2. Eén wat hoger, één wat lager. En daar heb ik ook een verschillende ranking voor. Dit is een gedeelde tweede plaats. Maar er is er eentje chiller dan de andere. Maar dat is puur wat ik vind. Want de ene die fingerboard op een andere manier dan de andere. Deze vind ik veel chiller. Waarom? Omdat deze wat lager is. Deze is wat hoger en wat dunner. Maar ik ben iemand die fingerboard best wel laag op de grond ben ik achtergekomen. Dus dan is deze makkelijker om de tricks op te landen dan voor mij voor deze. Waarom heb ik de rails op 2? Omdat met de rails kan je gewoon zoveel vette tricks doen. Ik vind het geluid wat ze maken vind ik chill. Deze zijn ook echt van goede kwaliteit. Ze zijn goed stevig. Er zitten gewoon goede rubbers onder, waardoor ze niet wegglijden. Er valt gewoon niet heel erg veel over te zeggen, behalve dan het hoogteverschil. Dit design is natuurlijk super mooi. En trouwens deze ook wel gewoon. Het zilveren chrome. Het past gewoon super vet bij de grinds. Dit is nummer 2. En dan gaan we zo meteen over naar nummer 1. Geniet eerst maar eventjes van deze tricks. Thank you.
Ja, maar voordat we nummer 1 gaan doen, ik heb jullie op dit moment eigenlijk, behalve dan de halfpipe van mezelf, vooral Black River Rams dingen laten zien. Dit komt gewoon omdat, face it, Black River Rams maakt de beste Rams. Het zit letterlijk in hun naam. De kwaliteit die hun leveren, ja, het is wat aan de dure kant, dat moet ik ook wel toegeven. Maar de kwaliteit die ze leveren is gewoon echt heel erg goed. Bij AC Berlin, dat is dus een andere Duitse fingerboardzaak in Berlijn, daar hebben ze ook wel toffe Rams. Die wil ik ook nog steeds een keertje uitproberen. Vooral hun cement Rams lijken mij heel erg leuk. Ze hebben een, gewoon een verhoging. Die lijkt me ook echt heel erg tof om in ieder geval een keertje te gebruiken, om te voelen hoe dat is. Maar sowieso zou ik heel graag naar Berlijn willen, naar die winkel. Maar voor deze lijst is het inderdaad veel Black River Rams. Maar dat is denk ik ook voor ons Nederlanders de makkelijkste en beste Rams die je kan kopen. Goed, dan is het tijd voor Rampie nummer 1. En dat is niets minder dan, je had het waarschijnlijk al kunnen raden, net als bij de vorige. Bam! Wow, dit was zo... niet episch ook, maar dat maakt voor de rest niet uit. Nee, oké. Mijn nummer 1 is gewoon de manual pad. Waarom de manual pad? Omdat dit gewoon alles heeft wat je nodig hebt. Het lijkt bijna een rijm, dus dan zal het er maar één zijn. Goed, dat was mijn rijm over de manual pad. De manual pad is gewoon alles wat je nodig hebt. Althans, deze manual pad. Je hebt natuurlijk veel verschillende manual pads, maar voor mij is dit echt wel de chillste. En dat komt natuurlijk dat deze niet één, maar twee verschillende rails heeft. Waarmee je ook verschillende tricks kan doen natuurlijk. En de altijd manuals, zoals ze ook noemt, die je gewoon tof kan maken. Trick, bam, manual, hop, trick nog een keer eraf. Je hebt gewoon altijd standaard 3 mogelijkheden om een trick te doen als jij deze gebruikt. Dus het is altijd nice en je kan er nog veel meer doen als je wil natuurlijk. De hoogte vind ik perfect. Het is niet heel hoog. Het is ook weer niet te laag. Wat ik ook heel vaak zie bij manual pads trouwens, dat ze te laag zijn. Dat je er niet lekker aan de zijkant kan grinden. Dus vandaar dat ik deze toch echt op nummer 1 heb. Ik wil iedereen aanraden om in ieder geval een manual pad te kopen. Want je kan daar gewoon heel erg veel trucjes mee doen en mee leren. Want dan leer je ook het hoogteverschil. En bijvoorbeeld om te leren om op rails te landen, kan je ook een manual pad gebruiken. Want dan kan je gewoon ervoor zorgen van oké, ik ga een manual doen. Want als je heel vaak in het midden landt, kan je waarschijnlijk ook sneller op de rail landen. En daarom zet ik de manual pad op nummer 1. Niet clean, maar wel dik. Dit waren in ieder geval mijn top 5 Rams die jij zou kunnen kopen of willen maken natuurlijk. Want je kan dit gewoon allemaal maken en ik kan het ook zeker aanraden om lekker je eigen Rams te maken. Want 1, het is goedkoper en 2, het is ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik hoop in ieder geval dat jij door deze video een beetje een keuze kan maken voor welke ramp jij voor het eerst wil gaan. Er zijn nog veel meer Rams die je altijd kan proberen en natuurlijk ook gewoon hele parken. Maar dit is voor mij in ieder geval de top 5. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video super leuk vond. Ik vond het wel echt weer heel tof om te maken. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. En dan zeg ik net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Mic drop!